Jullie hebben een idee ingediend over het beveiligen van de fietsenstalling hier. Waarvoor is dat? Nou, wij zien dat er een grote diefstal is bij de station Almelo de Riet en hier bij het Vincent van Goghplein. Er was een artikel over in het Urbantia in juli en wij worden daar graag camerabeveiliging voorbij hebben, zodat mensen makkelijker aangifte kunnen doen, want ze weten dan dat de dief echt opgespoord kan worden. Ja, en over hoeveel fietsen praat je jaarlijks? Nou, jaarlijks was het afgelopen jaar meer dan 350 fietsen. Dat is een toename en zijn het tot vorig jaar. Maar het was afgelopen jaar soms wel nog hoger, met zo'n 400 of 500 fietsen per jaar. Dat zijn toch redelijk wat fietsen? Dat absoluut. Op het moment dat er hier beveiliging zou komen, ze hebben gezegd dat wordt over een ton. Dus wat er hier zeg maar aan kosten zijn. Mm-hmm. Hebben jullie daar ook op aan gedacht van wat er nog meer als oplossing kan komen? Dus om het hier te beveiligen? Nou kijk, niet echt per se, want we zagen dat camera's wel echt een beetje een goede oplossing waren. Bijvoorbeeld in de stad Enschede hebben ze dat ook. Had de gemeente ook gezegd dat het echt een goede oplossing is. Dus echt zagen dat het afgenomen was, de fietsendiefstal. Dus wij zagen de camera's wel als echte oplossing. Want bijvoorbeeld de petitie om jongeren meer sloten te laten nemen. Of neem twee sloten op je fiets, dat heeft niet echt gewerkt in de afgelopen 6 jaar. Dat zagen we helemaal met toename van dit jaar. En jongeren vergeten dat nog wel vaak. En dan als camera vinden wij dan wel de beste oplossing om dat aan te pakken, dat probleem. We zijn bij de station Almelo de Riet. Waar schort het hier aan? Nee, wat hier aan schort is dat de camera bij veiligheid een half jaar geleden weggehaald is. En dat wij dat een onlogisch besluit vinden. Gezien dat ook half jaar geleden een artikel kwam dat juist hier veel fietsendiefstal was. En dat willen we graag terugdraaien eigenlijk. Om de camera weer terug te plaatsen hier. Ja, dit is ook voor een deel de plek waar ze het openbaar vervoer opgeheven hebben. Mm-hmm. Dus mensen moeten al moeite doen om naar het station te komen. Maar waarvan zeiden ze van dat wordt hier niet op die manier gerealiseerd als advies? Ja, ze zeiden dat aangezien er geen aangiftes meer gedaan werden de afgelopen een paar maanden geleden. Lang hebben ze geen aangiftes gedaan tegen fietsendiefstal. Toen zeiden ze we doen er niks meer mee. Het is niet nodig, want er zijn geen aangiftes gedaan. En waarom zouden ze dat niet doen? Nee, mensen zullen niet vaak aangifte doen, maar de kans dat iemand gezien heeft dat die fiets gestolen is natuurlijk uitermate klein is. Want jij bent weg misschien van 6 uur tot 12 uur 's middags met de trein. En dan kom je terug en je weet niet wanneer je fiets gestolen is. Het kan een uur geleden zijn, een half uur geleden zijn, misschien net. Ja, als de camera's hangen, dan doen mensen vaker aangifte. Want dan kunnen ze bij de politie terecht van mijn fiets is gestolen vandaag. En dan kan de politie via de camera's zien wanneer en waar die fiets gestolen is. En dan kun je de dader ook makkelijk opsporen. En dan kan misschien de fiets nog wel terugkomen bij het slachtoffer. Mag ik je danken voor dit interview? Absoluut. Dankjewel. Ja.